hier is Wouter. Welkom bij deze video. Jullie weten waarschijnlijk wel, cola is niet goed voor de mens. Cola is natuurlijk hartstikke lekker. Ik bedoel, cola kreeg je vroeger op je verjaardag. Als je jarig was, mocht je altijd cola drinken. Of in het weekend, op de vrijdagavond. Tenminste, ik mocht in het weekend altijd een colaatje en een bakje chips. Altijd op de vrijdagavond. Maar het schijnt zo te zijn dat cola heel ongezond is. En ik heb ook vandaag wat verhalen gehoord over een munt in cola. Het is namelijk zo, tenminste ik hoor verschillende verhalen, dat één iemand zegt dat cola juist zo slecht is, dat die munt, dat je die helemaal kwijtraakt, en dat die munt dan niks meer waard is. En je hebt ook mensen die zeggen dat de munt juist goed schoon wordt. Dus ik dacht bij mezelf, laat ik eens experimenteren wat er nou gebeurt als ik een muntje in cola stop. En daarvoor hebben we natuurlijk nodig cola en een muntje. Dus een muntje plus cola. Dat is een hele foute woordgrap. Hier, kijk maar, staat plus op. Nou goed, ik ben altijd een beetje flauw. Goed, we maken de cola open. Zo. Weet je, ik vind die klikdoppen nog altijd zo heel irritant. Hè? Daar heb ik ook nog een keer een video over gemaakt, van die klikdoppen. Wat ik daarvan vind. Maar ja, even kijken of ik hem goed los kan trekken. Ik trek ze altijd los. En dan komt er gelijk wat cola op mijn hand. Nou ja, we doen het cola in het glas. We schenken het even in. Kijk, het gaat heel erg schuimen. Ik ben nooit zo goed in inschenken geweest. Tenminste, dat schijnt zo te zijn. Als het schuimt, dan schenk je het niet goed in. Nou, we hebben een glaasje cola. Zelf nog even een slokkie. En we doen het muntje erin. We gaan kijken wat er gebeurt. Dus 50 cent. Vaarwel. Nou, hij begint wel te bruisen. Het kan ook zijn dat ik even moet wachten, hè? Dus dat ik in de tussentijd even wat anders moet doen. Kan natuurlijk ook een tijdje duren, want ik heb het net even opgezocht. Ik zou eens even kijken. Voor mij kan het ook wel een uur tot zoiets duren. Tot er überhaupt wat gebeurt met de cola. Tenminste met het muntje. Dus misschien moeten we even wachten, maar deze video gaat geen uur duren hoor. Het is niet zo dat ik nu een uur ga wachten. Nee hoor. Ik ben gewoon even benieuwd wat er met het muntje gaat gebeuren. Qua geur ruik je niet dat er een muntje in zit. Waar zit dat muntje trouwens? Ik kan het muntje nu al niet meer vinden, hè? Oh, dat muntje zit eronder. Ja, dus wat gaat gebeuren? Ik ben benieuwd. Eens even kijken. Misschien, ik moet mijn hand in de cola. Dat is best wel een beetje vies, maar boeien. Ziet hij er anders uit? Nee, zo snel gaat het niet. Dus ik denk dat ik even een half uurtje moet wachten of zo, of iets langer. En dan kunnen we kijken wat er met het muntje gebeurd is. Dus ik ben zo bij jullie terug. Tot zo. Zo, ik ben weer terug. Ik heb even boodschappen gedaan. Even wat shoot en brouwbier gehaald voor vanavond. En voor morgenavond gelijk ook. Hoef ik dat tenminste morgen niet meer te doen. Ik ben nog even naar de wc geweest. Maar dat stinkt niet. Ik ben net een vrouw. Af en toe. Maar goed. De cola. We hebben natuurlijk dat muntje erin gestopt. En we gaan kijken wat er met dat muntje gebeurd is. Op de onderkant. Ja, het muntje zit er nog wel in. We gaan eens kijken of er echt verschil is. Of die echt schoon is geworden. Nou, eens even wachten hoor. Kijk eens. Hij glanst wel meer. Het is wel zo dat hij meer gaat glanzen. Eerst glanzen die niet zo erg. Maar ja, hij is wat schoner geworden. Dus uit het experiment blijkt dat als je een muntje in cola stopt, dat hij dan schoon wordt. Dus slecht voor het muntje is het niet. Want het muntje is juist hartstikke schoon geworden. Dus als je ooit een muntje hebt dat een beetje vies is, doe het even in cola. En je muntje wordt schoon. Nou, nog eens even proberen of de cola nog lekker smaakt. Qua smaak is er niks veranderd. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.